Hoe gaat dat precies? Ja, oké. Je zet hem hier aan. Oké. Hier heb je een blad spinazie. Spinazie? Ja, die doe je erin. Even open. Oké, dat gaat lekker. Nou, we zijn hier lekker aan het zogenaamde slow juicen. Want we hebben aan tafel onze expert op het gebied van sappen. Het is Gaby. En jij hebt de allereerste sappenbar van Rotterdam geopend, toch? Klopt, ja. Hoe is dat zo gekomen? 2 jaar geleden hebben wij een slow juicer aangeschaft. Omdat als mijn vriendje niet thuis was, dan had ik alleen maar brood en patat. Ah, niet goed. Nee. En toen dacht hij, je hebt ook je belangrijke vitamines nodig. En toen hebben we dus de slow juicer aangeschaft. En daarna? En daarna dacht ik, ik kreeg zoveel energie van de sapjes, dat ik dacht, Rotterdam ook aan de groentesapjes. Oké, nou zijn we aan het slow juicen. Wat doet hij nou anders dan een normale juicer? Ja, een slow juicer is dus koude persing en dat gaat dus heel langzaam. Waardoor de vitamine, mineralen en enzymen behouden blijven, want er komt geen zuurstof en hitte vrij. En het is dus weer anders dan smoothies, centrifuges, ja, je hebt zoveel zeker. Verschillende ja. termen. Bij een blender of een sapcentrifuge komt inderdaad heel veel zuurstof en hitte vrij. Okay. Waardoor je dan weer de belangrijkste voedingsstoffen kwijtraakt. Oké, heel belangrijk. Nou, zijn we hier bezig met wat? Hoe heet dit? Ja, dit is dan de anti-kater. En hier zit in spinazie, bleekselderij, toch wel een beetje appel om het zoet te krijgen. Okay. Limoen en gember. En komkommer. Eén groentetuin dus? Ja, klopt. Ik neem aan dat dit hetzelfde ja, is. Ja, dat is hem. Mag hem even proeven? Antikaten zei je. Juist. Ja, er zit komkommer in wat weer hydrateert. Bleekselderij wat vochtafdrijvend werkt. Mm. Gember wat goed is tegen de misselijkheid en de hoofdpijn. En limoen dat is goed voor vitamine C. Dus heel Rotterdam staat op zaterdagochtend bij je voor de deur? Ja, klopt. Oh, is ja. dat echt zo? Ja. Oké, dan ook heel belangrijk, je hebt wat andere juices hier staan. Ik heb er eentje met een hele mooie naam gehoord. Beet It of zo? Ja, de Beet It. Dat is met bietjes, wortel, appel, citroen. Oh, omdat er bietjes in zitten. Juist. Maar Beet It, heeft dat nog een bepaalde functie? Ja, van bietjes krijg je nog meer uithoudingsvermogen. Mm. En zit er bijvoorbeeld in bietjes ook heel veel foliumzuur in. Wat weer goed is voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen? Ja. Ik zag daar ook wat. Gefeliciteerd. Dank je wel. Antikaat, ik ga morgen geen hoofdpijn hebben en ik ga er harder van lopen inderdaad. En de laatste, wat is dit? Ja, de laatste, dat is de Energy. En daar zit in wortel, bleekselderij, appel, citroen en gember. Waarom moeten we nou sapjes drinken? Je kan toch ook gewoon een appel eten? Ja, alleen sap neemt je lichaam sneller op. Dus vastvoedsel en smoothies, daar moet je lichaam nog heel hard zijn best voor doen. Ja? Om de vezels eruit te krijgen. En sap, ja, dat neemt je lichaam dus sneller op, waardoor je er sneller profijt van krijgt. Aha. En je dus nog voldoende energie hebt om andere dingen te doen. We doen er natuurlijk allemaal groenten in. Ja. Waarom groenten? Tegenwoordig is dat een beetje een trend of zo? Ja, klopt. Als je alleen maar fruitsapjes maakt, dan krijg je te veel fruitsuikers in. En dat is niet goed. Tot slot, heb je nog een paar geheime tips voor ons? Ja, je kan er olijfolie in doen, in je wortelsap of in je bietensap. Waardoor je de vitamines beter opneemt. En drink het niet te snel op. Mm-hmm. Zodat je lichaam alles goed kan verwerken. En nadat je het sapje hebt gedronken, even een half uurtje niks eten of drinken. Want dan heb je er ook meer profijt van. Nou, ik zeg op met z'n allen naar de sappenbar. Ze zijn bezig in de keuken, ruiken het al? Ja. Dus als ik elke dag een sapje drink, dan krijg ik de verplichte 2 ons groente en fruit. Nog veel meer. Zo binnen. Nog veel meer? Ja, zeker.